0-0 vandaag hier. Daar ben je denk ik vooral gezien het wedstrijdbeeld niet echt tevreden mee. Nee, dat kan je wel zeggen natuurlijk. En dat hebben jullie zelf ook kunnen zien. Als je denk, 4 keer alleen op de keeper afloopt en zelfs nog een keertje 2-1. Ja, dan moet je er minimaal eentje van maken. En ik ben wel blij dat we de 0 hebben. En houdt in dat mijn verdediging vandaag weer ijzersterk stond te spelen. Alleen ja, op het laatst zit je natuurlijk toch nog met samengeknepen billen op de bank. Want een cornerbal, een vrije trap. Zij brengen Kevin Vink er nog in met zijn lengte. Ja, die kan er ook zomaar in vliegen. Dus wat dat betreft ben je blij dat je in ieder geval geen tegendoelpunt hebt gehad. Maar we hadden natuurlijk in een veel eerder stadia die wedstrijd al moeten beslissen. En jullie krijgen ook in de eerste helft al een aantal kansen. Wat zeg je dan tegen die jongens in de rust? Gewoon zo doorgaan? Ja, kop omhoog en het juiste moment zoeken om de tegenstander af te jagen. Nou ja, en zoek vooral die diepte achter hun verdediging. En dat deden ze de tweede helft ook prima. Ja, alleen je moet wel afdrukken op een gegeven moment. En het is natuurlijk een jonge jongen die in de spits staat, Tim van Soest. Hij komt uit de eigen jeugd vandaan. En die werkt zich een slag in de ronde. Die doet alles goed. Alleen ja, een spits wordt wel afgerekend op zijn doelpunten. En dat laat hij na, helaas. Als we dan nou kijken naar de ranglijst. Als jullie vandaag 3 punten hadden gehaald, dan was je eigenlijk wel veilig geweest. Vandaag dus 1 puntje. Wordt het dan toch nog spannend? Of? Ja, maar als en kan, weet je, dat telt gewoon niet in de voetballerij. Dat weet je nou eenmaal. We hebben vandaag de kans gehad om 3 punten te pakken. Maar als je ziet hoe het elftal knokt en werkt met elkaar om een goed resultaat weg te halen. Ja, dan moeten we eigenlijk niet in de problemen komen. Alleen de afstand is nog niet dusdanig dat je zegt, nou we zijn er al. Want we hebben absoluut nog een paar punten nodig. En dan volgende week tegen AFC. Die hebben natuurlijk ook de punten hard nodig. Wordt weer een lastige wedstrijd. Wat moet er iets, überhaupt iets veranderen richting die wedstrijd? Nou, we spelen volgende week in eerste instantie tegen Achilles. En dan hebben we AFC. Dus ik weet niet of je dat er gaat uitknippen nu. Maar we moeten eerst naar Achilles en AFC. Maar we hebben van tevoren gezegd voor het paasweekend. Van joh, we hebben 4 wedstrijden waarin je goed begonnen bent het seizoen. En dat het na de winterstop allemaal wat lastiger loopt, ook door omstandigheden. Want ik heb dat nog nooit meegemaakt, maar we hebben intussen 5 kruisbandblessures. En vooral voorin een aantal jongens die zwaar geblesseerd zijn. Ja, als je dan in het paasweekend 4 punten pakt en vervolgens krijg je Achilles en AFC. Ja, dan moeten we daar maar in doen in die 2 wedstrijden. Veel succes daarbij. Dankjewel. En even naar de regie dat ze het eruit knippen.